De verdediging gaat Stefano Paquito Biervliet adviseren om in hoger beroep te gaan. Dit zei advocaat Benito Pik gisteren aan journalisten na het vonnis in de zaak tegen Biervliet. Paquito is gevonnist tot 400 dagen, waarvan 391 dagen voorwaardelijk celstraf. De jurist geeft verder aan het ook niet eens te zijn met enkele zaken die de kantonrechter in het vonnis heeft aangevoerd. Ook is mij gebleken dat de rechter in ieder geval heeft aangegeven dat de verdediging bezijdens de waarheid uitspraken gedaan heeft. Ik begrijp dat stukje niet, omdat alles wat door de verdediging naar voren gebracht is, steeds met een bron is weergegeven. Dus alles wat we hebben aangehaald, vind je terug, of in het dossier, of uit een mediaartikel, et cetera. Dus ik begrijp niet hoe de rechter komt tot een beslissing dat wij bezijdens de waarheid zaken hebben aangehaald. Ook is het mij gebleken dat als ik kijk naar sommige zaken die door de rechter zijn aangehaald als bewijsmiddelen, dat die verklaringen niet helemaal juist zijn. Zo wordt aangegeven dat dat lied Heat Heat, want dat is een paar keren genoemd bij de motivering van de beslissing van de rechter, dat Heat Heat in opdracht van Paquito zou zijn afgespeeld. Maar dat is juist helemaal niet gebleken tijdens het onderzoek ter terechtzitting. Ik meen dat velen van jullie die zaak op de voet gevolgd hebben. Het is op geen enkel moment gebleken dat dat lied in opdracht van Paquito is afgespeeld. Pik bevestigt dat met de uitspraak Biervliet de cel niet meer in hoeft. Hij stelt dat nu wordt afgewacht wat het Hof beslist in geval Biervliet in hoger beroep zal gaan. Ik ben wel verrast, ja, met de uitspraak van de kantonrechter. Des te meer omdat wij hebben aangehaald dat naar onze mening het bewijs niet geleverd is. Wij zijn nog steeds die mening toegedaan dat het bewijs niet geleverd is. Dus het is geïndiceerd dat je een hogere rechter laat kijken naar wat deze rechter gedaan heeft met die zaak. Pik meldt dat Biervliet momenteel in het buitenland zit. De gemoedstoestand van zijn cliënt zal volgens de raadsman goed zijn.